Hallo, ik ben Jeroen Overbeek en dit is het Nieuws van de Week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. In dit journaal vertellen we dat er minder vrijwilligers zijn die kunnen helpen bij een hartaanval. In China hebben veel mensen op dit moment corona. En er mag geen gif meer worden gebruikt tegen ratten en muizen. Er zijn dit jaar minder vrijwilligers die kunnen helpen als iemand een hartaanval krijgt. Zulke vrijwilligers noem je burgerhulpverleners. Zij krijgen een melding op hun telefoon als iemand in hun buurt hulp nodig heeft. Marjolein is opgeleid als burgerhulpverlener. Als ze een oproep krijgt, komt ze samen met haar man in actie. Dus als burgerhulpverlener kan je elk moment van de dag opgeroepen worden? Ja, dat 24 uur per dag zijn wij beschikbaar. Ja, als hoor je dit geluid bij mij. Ja, en dan weet je van jongens, ik moet naar de reanimatieoproep gaan. En dat krijg je dus in de app te horen, of te lezen in dit geval, van dat is het adres waar je naartoe moet gaan. Ja, maar wat voel je dan als je dat geluid hoort? Spanning, adrenaline. En ja, wat ga je meemaken? Ze doet op een pop voor hoe ze mensen met een hartaanval probeert te helpen. Nou, ik heb geen ademhaling gehoord, gevoeld en gezien. Dan ga ik starten met de compressies. En dat is 30 keer om 2 beademingen. En hoe vaak bent u ingeschakeld als burgerhulpverlener? Ik denk dat ik maar meer dan 20 reanimaties de afgelopen 2 jaar gehad heb. Burgerhulpverleners zijn belangrijk omdat ze vaak als eerste bij de patiënt zijn. Ze krijgen een melding van de alarmcentrale als iemand in hun buurt een hartstilstand heeft. Ze geven dan hulp totdat de ambulance er is. Maar om hun werk goed te kunnen doen, moeten ze elk jaar een herhalingscursus volgen. Ze oefenen bijvoorbeeld mond-op-mond beademing. En ze oefenen met een AED. Dat is een speciaal apparaat waarmee ze de hartslag van een slachtoffer soms weer op gang kunnen brengen. Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Ongeveer 80.000 burgerhulpverleners hebben het afgelopen jaar geen herhalingscursus gedaan. Marjolein denkt dat veel mensen geen cursus doen uit luiheid of het gewoon vergeten. Ze vindt dat erg, omdat ze weet hoe belangrijk het is om ieder jaar te blijven oefenen. En een cursus duurt niet lang. Nou ja, wat is nou 1,5 uur, jongens? Wij doen het 1,5 uur op jaarbasis. Dat is gewoon, ja, maak even 1,5 uur vrij om even weer goed opgefrist te zijn. Hoor de verhalen van de medecursisten en oefen lekker. Ze hoopt dat mensen zich snel weer aanmelden voor een herhalingscursus. Want wie dat niet doet, krijgt ook geen oproepen meer. En het is juist belangrijk dat veel mensen kunnen helpen bij een hartstilstand. Want dat kan levens redden. In China zijn heel veel mensen tegelijkertijd ziek geworden door coronabesmettingen. Dat komt doordat alle coronamaatregelen daar in 1 keer zijn afgeschaft. Het coronavirus ontstond in 2019 in China. Het land nam toen gelijk hele strenge maatregelen. Strenger dan waar ook ter wereld. Steden gingen soms wekenlang op slot. Niemand mocht zonder toestemming naar buiten. Mensen zaten opgesloten in hun huis. Ze mochten zelfs niet naar buiten om boodschappen te doen. Die werden thuis bezorgd. Met die maatregelen probeerde China het virus te stoppen. Maar steeds meer Chinezen werden boos over de strenge regels en gingen de straat op om er tegen te demonstreren. De Chinese regering besloot vorige maand om alle regels in 1 keer af te schaffen. En dat veroorzaakt nu problemen. Want de metro's en restaurants zitten weer vol en veel mensen gaan weer naar hun werk. Het coronavirus kan zich daardoor makkelijk verspreiden. Veel Chinezen zijn ziek geworden. Veel van hen hebben door al die strenge maatregelen die er eerst waren, nog nooit corona gehad. Ze zijn daarom nog niet beschermd tegen het virus.
En nog maar weinig mensen hebben een vaccinatie gehad. Ziekenhuizen hebben het zo druk dat er soms geen patiënten meer bij kunnen. Zieke mensen zitten in de gang of zelfs in hun auto op de parkeerplaats. China zegt bijna niks over het coronavirus tegen de rest van de wereld. Niet hoeveel zieken en doden er zijn, maar ook niet of er nieuwe soorten van het virus zijn ontstaan. Deskundigen maken zich daar zorgen over. Het is belangrijk om te weten of er nieuwe soorten van het virus ontstaan. Dan kunnen vaccinaties worden aangepast, zodat ze beter werken. Steeds meer landen nemen daarom maatregelen tegen reizigers uit China. Die moeten bijvoorbeeld verplicht een coronatest doen als ze aankomen. Of ze mogen zelfs helemaal niet meer naar een land reizen. In Nederland zijn er nog geen maatregelen voor reizigers die uit China komen. Dat heeft ook niet zoveel zin, zeggen Nederlandse deskundigen. In het begin van de coronacrisis hebben dat soort regels ook niet gewerkt om het virus tegen te houden. Wel is het belangrijk om de situatie goed in de gaten te houden. Vanaf dit jaar is het een stuk moeilijker om ratten en muizen te doden als ze overlast veroorzaken. Dat komt doordat gif tegen ratten en muizen sinds 1 januari niet meer verkocht mag worden. Het gif is verboden omdat het ook gevaarlijk is voor andere dieren in de natuur. Ratten en muizen komen overal in Nederland voor. En op sommige plekken veroorzaken ze overlast. Vooral ratten verspreiden dan ziektes. En ze knagen kabels kapot waardoor apparaten niet meer werken en er soms zelfs brand ontstaat. Ratten zijn vaak te vinden op plekken waar veel eten voor ze is. Denk bijvoorbeeld aan huizen. Daar vinden ratten gemakkelijk eten in de keuken. Of op straat, als zakken met afval naast de container worden neergezet. Ook zijn ze vaak te vinden bij boerderijen, waar in de stallen vaak voer op de grond ligt. Ratten kunnen zich enorm goed voortplanten, vertelt een deskundige. Hé, daar komt er een. Wat een leuk gezicht, die interesse. Ratten zijn biologische wonderdieren. Het zijn evolutiekampioenen, want ze kunnen zich vermenigvuldigen. Nou, dat is echt ongelooflijk. Als je een zwanger vrouwtje de gang laat gaan, ja, dan hebben we het zo binnen een jaar over 1000, 2000. Het zijn overlevingsexperts. Ze zijn in staat om in hele vieze omgevingen, die door mensen zijn geschapen, te overleven. Dus eigenlijk is het rattenprobleem een echt een mensenprobleem. Maar dat probleem is nu dus een stuk moeilijker om op te lossen. Gif is verboden, omdat ook andere dieren waarvoor het niet bedoeld is ervan eten, zoals vogels of egels. Ook kunnen katten en roofvogels ziek worden of doodgaan als ze een vergiftigde rat eten. Om ratten te bestrijden moet er nu iets anders worden ingezet. Bijvoorbeeld klemmen gevuld met voedsel. Of rattenjagers, die hebben een speciaal geweer waarmee ze ook goed in het donker kunnen kijken. Waarom doen we dit in het donker? Omdat ratten actief worden in de schemer en in de nacht. Dus het is beter om dat in het duister te doen. Nou, daar achter de hoek zit er al een. Nee, daar merk je niks van. Nee, helemaal niks. Hij is eigenlijk op slag dood. Er zijn vier bruine ratten. Deskundigen denken dat ratten en muizen op sommige plekken nu meer overlast zullen veroorzaken. Maar ze zeggen dat het uiteindelijk beter is voor de natuur om geen gif meer te gebruiken. In dit journaal vertelden we dat er minder vrijwilligers zijn die kunnen helpen bij een hartstilstand. Dat in China de ziekenhuizen vol liggen met mensen die besmet zijn met het coronavirus.
En dat sinds 1 januari geen gif meer mag worden gebruikt tegen muizen en ratten. Dit was het voor nu. Volgende week is er weer een journaal in makkelijke taal. Tot dan.